De grote hersenen ontvangen en verwerken alle informatie om je heen en in je lichaam met behulp van je zintuigen. Dit noemen we sensorische informatie. Dit is het gebied dat ervoor zorgt dat je kunt zien, horen, voelen, ruiken en proeven. De grote hersenen sturen ook je spieren aan. Dit noemen we motorische informatie. Het deel dat de bewegingsspieren in je lichaam aanstuurt, noemen we de primaire motorische schors. Elk afzonderlijk lichaamsdeel heeft een eigen gebied. Er is een apart gebied dat ervoor zorgt dat je complexe bewegingen kunt uitvoeren. Niet alleen de grote hersenen zijn betrokken bij beweging. De kleine hersenen zijn bijvoorbeeld belangrijk voor het evenwicht en de coördinatie van bewegingen. De verschillende delen van de hersenen werken bij al je bewegingen samen. De grote hersenen zorgen er ook voor dat je kunt leren en beslissingen kunt nemen.